David Guetta en Sia met Titanium. Heel goed, Rick. Lekker. Wat mooi. En we zaten net eventjes een beetje te overleggen wanneer die plaat daar vandaan kwam. En dat bleek dus gewoon 2011 te zijn. Ja. En wij dachten allemaal, nee, dat is veel eerder geweest. Nee, dat dachten we niet allemaal. Dat dachten jullie vooral. Dus ik dacht wel zoiets. Nou, hartstikke leuk. We gaan even een spelletje doen. En je kunt thuis nu ook meedoen als je naar luistert. Begrijp ik hem pas. Wat dan? Ja, op het draaiboek. Wacht even. Op het draaiboek zetten. Sorry, ik ben heel blij vandaag, maar ja. Op het draaiboek had je Radio Nary geschreven. En ik dacht al van, ja goed, het zal wel. Ja. En je had het net over Bictionary, maar nou snap ik de woordgrap. Leuk met jou. Dat duurde even. Kom op, het is weekend. Ja, oké. Okay. Maar wat is de bedoeling? Kennen jullie allemaal Pictionary? Ja, goed. Het idee is, jullie hebben allemaal een blaadje. En als je dus thuis ook al meedoet, dan moet je ook even een papiertje pakken en een pen. Ik ga zo meteen 3 plaatjes omschrijven. Ik ga vertellen wat jullie moeten tekenen. Ik doe zelf ook mee om even te kijken of ik het wel goed doe. En dan is uiteindelijk de vraag, welke plaatjes waren dat? En als Meerte dat goed doet, dan is ze nog een stapje dichter bij die gabbelton straks. Cool. Oké. Ja, dan ga ik wel mijn best doen. De druk is hoog inderdaad. Zijn jullie er klaar voor? Hebben jullie het pen en papier bij de hand? Ja, ik weet alleen niet of ik er klaar voor ben, maar begin maar. Ik zelf ook niet, dat scheelt. Het eerste plaatje. Teken. En doen we wel klein tekenen, want we moeten 3 plaatjes natuurlijk. Ja, of je maakt vakjes. Oh, dat is ook heel slim. Ga ik ook even doen. Ja. Moet vaker zo'n gast hebben. Ja. Ja, zeker. Die zorgt een beetje voor organisatie. Ja. Maar teken je het dan zeg maar zo of teken je het zo? Ja, dat weet ik niet. Daar heb ik niet over nagedacht. Zijn ik wel heb 3 strepen getrokken. Ja, weet ik veel. Dan doen we het zo. Oké, dan gaan we nu gaan voor het eerste vakje. Dat is goed. Het eerste wat je tekent is een rondje. Heb je een rondje? En om dat rondje heen zitten allemaal, het zit er aan vast, maar ze steken zeg maar uit, rechthoeken. Gewoon helemaal vullen met rechthoeken. Ja, weet je hoe fucking lang dat duurt? Dat kan heel snel zijn. Ja, jij, maar ik ben heel nauwkeurig van de rechthoeken. Oh ja. En dan kun je gelijk misschien ook op die rechthoeken een bolletje doen. Allemaal. Mikael. Oh, ik zie waar dit heen gaat. Heb je trick? Ik ben bezig. Ik vind mij heel mooi. Serieus, het is echt letterlijk. Nou ben ik benieuwd. Letterlijk. Ja, maar als je echt vanaf de eerste cue al weet waar het naartoe gaat, namelijk het coronavirus. Dan is het niet zo moeilijk. Ja, same. Ik stond dit te tekenen en ik dacht Mag ik het even zien, wat jullie hebben gemaakt? Ja, heel mooi. Ja, echt. Ik kan zo naar de kunstopleiding. Best goed gedaan, man. De corona. Ja, wat dacht jij nou van dan? Zou we niet kunnen tekenen of wat? maar inderdaad, jullie hebben dat. Nou wil ik die van jou ook zien. Pardon? Dat is straks. Ik heb wat minst mooi voor jullie allemaal. Ja, terwijl jij wist wat het moet worden. Oké, we gaan naar het tweede plaatje. Dus het middelste vakje. Wat je tekent is een... hoe ga ik dat omschrijven? Een soort van breed ei. Een ovaal. Ja, een ovaal. Ja, nee, niet echt een ovaal. Ja, een beetje een vierkantachtig ovaal dan. Oh, zo'n ding. Hebben jullie hem? Ik ga nou helemaal mee. Een soort kroket. En zeg maar... Maar dan zonder korst. Ja, hij moet lang zijn, niet breed. Ja, dat weet ik. Zeg gewoon dat in het weekend. En dan aan beide links en rechts teken je een soort half ovaal aan beide kanten, uitstekend. Hij moet wel een stuk kleiner zijn dan het oorspronkelijke ovaal. Ja, daar kom je nu mee. Ja. En dan, dat is heel cruciaal. Dit is misschien wel het meest belangrijk van de hele tekening. Aan die ovaaltjes die je net hebt getekend, doe je een streepje naar ongeveer 2/3 van beide kanten. Zo naar beneden. Zo, zeg het nou nog eens een keer, maar dan gewoon 1 mooie zin. Die ovaaltjes die je net hebt gemaakt aan de zijkant van het grote ovaal. Ja. Dat doe je naar binnen 2 van die streepjes zo. Hoezo? Doe maar gewoon. Mensen zitten net te luisteren naar het programma. Ja, weet je, snap ik. En die horen het teken maar zo. Ja, zeg maar naar beneden, een beetje naar beneden zo.
Die van mij is ook echt, ik weet niet wat dit is, maar... Maar dat gaat dan wel de goede kant op trouwens. Nou, ja, maar je moet die strepen die je zeg maar in die ovaaltjes aan de zijkant hebt gemaakt, moet je even doortrekken naar het midden ongeveer. Okay. Niet helemaal naar het midden, want er moeten nog 2 ovaaltjes in komen. Maar jij met je ovaaltjes. Ik vind jou echt een prima DJ, hè? Maar bij bedenken van leuke spelletjes op de radio, misschien moet je soms even denken van, goh, laat ik die playlist van net nog maar eens bijpakken. De playlist van net? Ja, die... Doe maar iets leuks. Dat is echt beter dan dit. Nee hoor, want dit is vaker op de radio gedaan. Ja, maar dan goed. Oh, dus je hebt het niet eens zelf bedacht? Nee, ik heb het niet zelf bedacht. Minpunten. Ja, maar oké, dan maken we deze even af en dan kappen we er gewoon mee. Vind ik jammer dat jullie dat niet leuk vinden, maar... Ik vind het wel leuk. Maar ik kan me voorstellen, als je nou in de auto zit en je luistert hiernaar... Ja. En denk van, wat is er op Q-Music? Oké, we gaan het even... Maar een neus in het midden. Ja, ik ben er eigenlijk best wel klaar mee. En dan ernaast een bruid en een fotograaf. Wat? Wat? Nee, dan heb je Ferdinand Grapphaus. Oh, mijn god. En het leuke is ook nog... Ja, maar die van mij ging al wel half naar een gezicht toe. Ja, ik wou net zeggen, dat gaat al best goed. Maar... Ja. Hoe krijg je hier Grapphaus uit? Nou, zo lukt het dus wel. Maar ik heb trouwens ook foto's hier voor mij staan. Dus ik wil gewoon afkijken. Dat werkt niet, jongen. Dat werkt niet. Maar Rick, hoe is hij geworden? Ja, laat ik van de camera zien. Ik vind het heel, heel matig. Kijk, hè? Ja, dat is wel... Heel mooi. Dat is wel precies wat je gezegd hebt. Ja, dat klopt.